Fijn dat je kijkt. Ik ben Mirjam Hagen, bestuurder van Quarijn. En graag neem ik je mee in een korte terugblik naar wat wij zoal bij Quarijn hebben gedaan afgelopen jaar. Allereerst hebben we natuurlijk al onze teams in de verpleeghuizen, zorgcentra en in de thuiszorg elke dag zich enorm ingezet om het welzijn en leefplezier van onze cliënten te bevorderen. En dat hebben we ook heel erg laten zien in de media. Elke week kon u wel iets lezen over waar wij zoal mee bezig zijn. En om dat toch eens te bevorderen, hebben we coaches leefplezier aangetrokken. En zij helpen de teams om de bijzondere wensen van cliënten in te vullen. En daardoor hebben sommige cliënten, tientallen, hebben hele bijzondere ervaringen kunnen opdoen afgelopen jaar. Er zijn wensen in vervulling gegaan die sommige mensen niet voor mogelijk hadden gehouden. Dus dat was heel mooi. We hebben heel veel gewerkt aan de kwaliteit van zorg. Dat hebben we geprobeerd te verbeteren door heel veel te investeren in opleiden. We hebben voor maar liefst €1 miljoen geïnvesteerd in de opleidingen. En daardoor is het kennisniveau van onze medewerkers en de inzichten zijn verder vergroot. En dat komt ten goede aan onze cliënten. Daarnaast was een belangrijk project het invoeren van het elektronisch cliëntdossier. Daar hebben we in de verpleeg- en verzorgingshuizen hebben we ze ingevoerd. Dat is een enorme verbetering ten opzichte van de papieren dossiers. En in de thuiszorg doen wij de invoering van het elektronisch dossier dit jaar. Daarnaast zijn er een aantal kwaliteitsverpleegkundigen aangetrokken. En zij helpen de teams om verder te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Bij Quarijn geloven we dat krachtige teams die goed met elkaar samenwerken de beste zorg kunnen bieden. En daarom hebben we daar afgelopen jaar in geïnvesteerd door de Team Spirit trajecten. Vrijwel alle teams zijn extra gecoacht. En hebben daardoor stappen gemaakt in de samenwerking onderling. Daar willen we eigenlijk ook nog verder in groeien. We willen heel graag bereiken dat teams steeds zelfstandiger kunnen functioneren. En daarom hebben zich inmiddels 10 koploperteams gemeld. Die we helpen voor te bereiden om die zelfstandigheid ook te bereiken. En daar zit heel veel energie en teams hebben daar heel veel zin in. Dus dat is een mooi proces. Dan ten aanzien van het wonen hebben we ook allerlei plannen gesmeed. Een drietal nieuwbouwtrajecten. Ten eerste het Zonnehuis in Doorn. Dat pand zal vernieuwbouwd worden. En het wordt een bijzonder traject, want het zal ook een eerste lijnsvoorziening worden. Samen met de poli van het Diaconessenhuis, een aantal huisartsen en een apotheek. En dat worden 3 prachtige gebouwen. En we hopen dat we dit jaar de eerste paal kunnen slaan. Dan de Linde in Achterberg. Dat is een kleinschalig nieuwbouwproject voor 24 mensen met dementie. En dat doen we samen met de corporatie Renan Wonen en met de gemeente Renen. En ook daarin hopen wij dat wij dit jaar de eerste paal kunnen slaan. Het is een heel mooi ontwerp wat je kunt terugvinden op YouTube. De Linde, Achterberg. En tot slot het Scholeneiland in Bunnik. Ook dat is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie, maar ook voor mensen met lichamelijke problematiek. Dat doen we samen met woningcorporatie Lekstede. En de plannen daar zijn ook al heel erg gevorderd. Ook daarin hopen we dit jaar een paal te kunnen slaan. En zo hopen we bij te dragen aan de kwaliteit van wonen van ouderen die zorg nodig hebben. Als Quarijn zijn we steeds herkenbaarder. Op straat, maar ook in de locaties. Al onze medewerkers hebben afgelopen jaren nieuwe bedrijfskleding gehad. Hele fleurige kleding in de locaties. En bijzondere gemixte kleding met wit, blauw en Quarijn roze in de thuiszorg. En in de thuiszorg dragen mensen ook de donkerblauwe jacks. Waardoor u steeds beter zult zien wie onze medewerkers zijn. Daarnaast weet iedereen dat het best moeilijk is om nieuwe mensen aan te trekken, omdat de arbeidsmarkt zo krap is. En dus hebben we ons heel erg ingezet met een prachtige wervingscampagne. En deze meneer is daar een exponent van. En dat heeft ons wel degelijk geïnteresseerde kandidaten opgeleverd. Het was heel leuk om die campagne te doen. En natuurlijk zijn onze eigen mensen ook steeds meer onze ambassadeurs. Ze laten steeds meer zien wat hun werkzaamheden zijn en waarom ze daar zo'n passie voor hebben.
Dat is bijvoorbeeld met onze zorgvloggers goed te zien. Bijvoorbeeld Eline van Wijngaarden in de wijkverpleging. En Martin als beweegagoog. We worden daar eigenlijk steeds vaardiger in om te vloggen, te bloggen en ons zichtbaar te maken op social media. En dan tot slot het financiële stuk. We hebben een project gedaan samen met alle teams in de locaties. Dat heette Samen Sturen. En we hebben met teams zodanig gestuurd dat we heel goed binnen de begroting hebben kunnen werken. En dat was eigenlijk wel een prestatie van formaat. Want dat viel niet mee vorig jaar om rond te komen met het budget wat we hadden. En we zijn dan ook ontzettend blij dat het kabinet heeft besloten om meer geld beschikbaar te stellen voor de verpleeghuizen. Dat zal zeker tot nog meer liefdevolle aandacht leiden voor de bewoners.